In de rubriek Wat doe je voor de kost? Ga ik praten met Kok van Vuren. Kok, hoe ben je eigenlijk begonnen met gitaarspelen? Als gitarist, ja. In Schiedam, veel mensen kennen mij nog als fotograaf. Van Vuren, van de Hoogstraat. Ik heb altijd gitaar gespeeld, dat sowieso, vanaf mijn 8e. Sinds Meester Winkelman, dat was toen de 4e klas, ik weet niet welke groep dat nu is. Mijn klas 4 die zat gitaar te spelen, toen kwam ik thuis, ik zeg ja, dat wil ik, gitaar spelen. Dus ik speel al vrij af. Maar op een gegeven moment, ja, wel altijd in bandjes in Schiedam. Daar kennen wij ook elkaar natuurlijk nog van. Uit een grijs verleden. Maar op een gegeven moment kom ik in contact, ook mede door mijn fotografie, met bijvoorbeeld Velofsky. Daar zat ik zo mee te praten en gezellig foto's van gemaakt. Al snel begonnen we ook muziek te spelen. En dat klikte enorm. En toen zei ze, joh. Zullen we over 2 weken, 3 weken, dan heb ik iets. Heb je zin om mee te doen? Nou ja, dat is eigenlijk de start geweest. Want daarna is het heel snel gegaan. Ja. En ben ik zo doorgerold die muziek in. Kok, een gewone werkdag is van 9 tot 5. Hoe ziet een dag eruit wanneer je moet werken? Nou, als je studiowerk heb je, dan dat zijn lange dagen. Dan ga je echt 's ochtends vroeg ook weg en dan kom je 's avonds laat thuis. Wat ik het meeste deed voor de COVID-crisis, is theaterwerk. En dat betekent, het ligt er een beetje aan waar je naartoe moet, hoe lang je in de auto zit. Dan hou je rekening met op welk tijdstip staan de files. Maar eigenlijk kan ik, 1 uur van huis, 4 uur in een theater, soundcheck opbouwen. Dan is het 6 uur, 6:30, hapje eten, show, 's avonds, 9:30 tot 10:30. Even nog gezellig napraten met de mensen. 12 uur in de auto, 1:30 thuis. Kok, wat is een goede gitaar? Een goede gitaar is eigenlijk een gitaar die goed speelt. Dus hij moet lekker spelen. Want je kan een fantastische gitaar hebben en als het net de brug te hoog is of het kammetje te hoog. En dan denk je, ja, maar ik heb een goed instrument. En dan is het vaak een kleinigheidje. Als hij lekker speelt, dan is het al snel goed hoor. Jonge mensen die gitaar gaan spelen, wat raad je hen in het begin aan? Veel naar muziek te luisteren. En jezelf een beeld bepalen van dit vind ik leuke muziek. En dat moet je dan gaan spelen. Als je dat namelijk, dan heb je de motivatie om door te gaan. Als je een notenbalk voor je krijgt en je denkt de volgende dag weer ting, 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 pum, 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 dan heb je daar geen zin in. Maar kan je een liedje gelijk meespelen, ja, dan krijg je er zin in. Je noemde net Velofsky. Met wie heb je nog meer gewerkt en hoe was dat? Ik heb met veel mensen gewerkt. Ik heb veel met Freek de Jonge gespeeld. Wilfried de Jong. Leo Blokhuis, Ricky Kolen. Er zijn er echt, het is bijna te veel om op te noemen. En ja, dat is natuurlijk geweldig om mee te werken met al die mensen. Ten slotte, je hebt een leuke band, Oco Bar. Wat gebeurt er nu? Niks. We zitten echt al een jaar thuis. En er gebeurt niks. Ja, plannen maak je, probeer je te maken. Niks. Heeft de gitarist Kok van Vuren nog een wens? Ja, altijd, op ieder podium. Ieder podium, huiskamer, wat dan ook. Dia la la la.